Hola y bienvenido a la tercera sesión de Español con Taalguru. Vandaag ga ik met jullie doornemen zinnen, handige zinnen en uitdrukkingen die je nodig hebt als je het gesprek niet goed kunt volgen of als het te snel gaat en je wilt vragen om verduidelijking. En een paar handige zinnetjes, beleefdheidsvormen, bijvoorbeeld als je iemands aandacht wil. Dan zeggen we in Nederland sorry of excuseer. En in het Spaans is dat disculpa, disculpa. Of perdona, perdona, disculpa. Puedo preguntarle algo? Kan ik u iets vragen? Puedo preguntarle algo? Of puede ayudarme, por favor? Puede ayudarme, por favor? Kunt u mij helpen? Puede ayudarme, por favor? En als ze dan in Spanje ineens heel snel gaan praten, dan is het eerste wat je kunt zeggen, wat je zou kunnen zeggen als je nog niet zo heel veel Spaans kunt. Lo siento, sorry, lo siento, no hablo español muy bien. No hablo muy español muy bien. Ik spreek nog niet zo goed Spaans. Of als je denkt van, nou, deze persoon heeft een heel zwaar accent, die ga ik echt niet verstaan, dan zou je kunnen zeggen. Habla usted inglés? Habla usted inglés? Of in de jij-vorm, hablas inglés? Hablas inglés? Of beter nog, waarom zou, je kan het altijd proberen, hablas holandés? Habla usted holandés? Als die dat niet spreekt, vraag hem dan om langzaam te praten. ¿Puede usted hablar más lento, por favor? ¿Puede usted hablar más lentamente? ¿Puede usted hablar más lentamente, por favor? Als iemand iets zegt en je denkt dat je het begrepen hebt, maar je weet het niet helemaal zeker, dan wil je misschien dat die persoon zich herhaalt. Dan zeg je: ¿Puede repetirlo, por favor? ¿Puede usted repetirlo, por favor? Of puedes repetirlo, als je in de jij-vorm praat. Even kijken. Puedes repetirlo. Wat zou je nog meer kunnen vragen? Je kan aangeven dat je het niet hebt begrepen. Lo siento, no lo he entendido. No lo he entendido. Lo siento, no lo entiendo. Lo siento, no lo entiendo. ¿Puede repetirlo, por favor? En je kunt ook, als je denkt het te begrijpen, maar je wil het nog even zeker weten, kun je zeggen: quiere decir. En dan zou je het nog een keer kunnen herhalen. Quiere decir, wilt u zeggen? Of quieres decir? Quieres decir? Zo, nou, ik denk dat je nu heel veel in één keer hebt gekregen. Oefen de woordjes of de uitdrukkingen weer met Quizlet. En probeer ook alles wat ik zeg steeds na te zeggen in het Spaans en oefen je uitspraak. Heel veel succes! Mucho éxito! Adiós! Hasta la próxima!